Yo, kijkers, heel snel. Mijn naam is Zessel. We zijn terug met een nieuwe NAC Breda Career Mode. En ja, ik ben naar de wedstrijd geweest. NAC, VVV. Ja, ze hebben me verloren. Dat was geen fijne wedstrijd. Maar ik heb wel deze mooie mutsjes gekregen. Ik dacht, ik zet hem even op. Tot het echt gaat vervelen. Want deze muts zit wel heel strak. En hij kietelt een beetje achter. Dus ik laat hem nog even op. Gewoon puur omdat het een NAC muts is natuurlijk. En ik heb ook een NAC shirt. Alleen die ben ik kwijt. En een NAC tenue moest ik ook halen van iemand. Nou, ten eerste, ik ga er sowieso in halen. Een trainingsdingen wil ik gaan halen. En ik ga zaterdag naar Breda, dus ga ik waarschijnlijk even kijken. En ten tweede, dat bepaal ik zelf al wat ik haal natuurlijk. Maar ik haal hem wel daar niet van. Maar vandaag gaan we spelen de wedstrijd tegen Basel thuis. De return, de eerste wedstrijd hebben we 2-2 gelijk gespeeld. Dus die moeten we gewoon winnen. Of gewoon 0-0 of 1-1 houden, want we zijn natuurlijk thuis. Daarna de wedstrijd tegen Ado Den Haag die we misschien kunnen simuleren. We moeten even kijken. Daarna de wedstrijd tegen Groningen. Daarna tegen Sparta die we misschien kunnen simuleren. En daarna tegen Excelsior. Dus het wordt dus een hele drukke maand. Een hele lange aflevering. En ik hoop dat jullie deze lange aflevering ook gaan waarderen. Door middel van een like en een leuke reactie. Ik krijg ook soms wel eens de vraag van Wessel, waarom heb je altijd het Chelsea trainingspak aan in je NAC career mode? Nou, deze trainingspak heb ik voor mijn verjaardag gekocht. En dat is in augustus. Eind augustus. En ik vond hem wel mooi. En hij zit gewoon fijn voor lekker thuis. Want ik heb wel trainingspakken, maar het is allemaal veel te wijd of te kort of wat dan ook. En deze is helemaal perfect. Die zit ook heel lekker. Het is natuurlijk Nike. Dat wist ik. Het is Nike. En ik vind Nike trainingspakken altijd heel fijn zitten. Nou, voor de rest. Kun je hem meenemen? Misschien Peek is misschien handig. Gewoon als extra verdediging kracht. Hij is redelijk. Heeft redelijk wat snelheid. En is redelijk krachtig. Dus MC, Mac Peek nemen we mee. En voor de rest laten we het zo. Ja, let's go. Dit is de wedstrijd waar het om draait. Willen wij door naar Europa? We staan er goed voor. Zolang we maar geen 2 tegengoals krijgen. En er wel 1 score. Stel, we staan 1 achter. Nou, in ieder geval legendarisch 4 minuten. Let's freaking go. Oké. Okay. NAC Breda tegen FC Basel in het Radverlegstadion. Uitverkocht. Net als altijd. Elke wedstrijd uitverkocht bij NAC bijna. In het echt. En dat is echt geweldig om te zien. Dat is echt niet normaal. In ieder geval, dit is de wedstrijd waar het om draait. We moeten winnen of gelijk spelen om door te gaan in Europa. We staan er redelijk voor. We hebben 2 uitgoals gescoord. Het is al 2-2 geworden. Dat is wat jammer. Maar ja, El Alucci als aanvoerder staat er klaar voor. En ik zie jullie zo bij de opstellingen. Oké, de opstelling van Basel. Van Wolfswinkel weer in de spits. El Yunusi. Tchaka. Het zijn gewoon dezelfde naam waar je moet opletten. Sporar. Het is gewoon een redelijk goed team. Een heel goed team. Spelen heel aanvallend. Want ze moeten natuurlijk scoren. Dus voor onze taak om goed te verdedigen. Oké, 1-0 achter. Ah, dit is nou net niet wat. Dit was hetgeen wat we nou net niet moesten doen. Sporar scoort de nummer 10. Ik weet niet meer hoe het goal viel. Het was gewoon weer slecht verdediging in acties. Dat is wel eens vaker, omdat ik niet heel goed ben in verdediging in FIFA. En ze komen op 1-0 achter. En dit is echt. Niet fijn om zo maar te zeggen. Moet je kijken hier eerst. Ja, dat is misschien een overtreding. Maar ja, hier kijk. Verkeerd ingesteld van de laat. Verlaat. En we staan 1-0 achter. Moet zien terug te komen. En snel die 1-1 maken. Want dit is echt niet goed. Oké, Akkolatse. Goed naar binnen. Akkolatse schieten. Oké, 1-1. Akkolatse met eventjes een solo. Gaat hij naar buiten. Hij ging weer naar binnen. En we scoren de 1-1. Heerlijk doelpunt van onze Akkolatse natuurlijk. Ik vergeet zijn voornaam altijd. Weet ik hem weer en dan vergeet ik hem weer. In ieder geval hier. Ik moest kijken. Precies zo. Tik, tik. En hier gaat hij weer naar binnen. En naar buiten bedoel ik. En ja, hij scoort de 1-1. Heerlijk. Akkolatse, de man van dit seizoen misschien wel samen met Dessers. Ongelooflijk hoe goed die gast is. Het is ook meteen rust. Ik vind een paar spelers gewoon niet presteren op dit moment. Het lukt gewoon niet. Zoals Alaf, die zie ik bijna niet. Als hij aan de ballen is, komt er soms wel gevaar uit. Maar ik denk dat ik Van Krooi de kans geef. En McPay komt erin in plaats van. Nee, daar wachten we nog even mee. En laat het nog even zo. Oké, Angelino weer aan de zijkant. Blondo meegeven aan Angelino weer. Dit is goed. Angelino voorzet. Die is ook goed. Van Krooi, die wint het duel niet. Blondo nog. Dessers, oké. Dat was een heerlijk doeltje van Dessers. Er staat 2-1 voor. Het ziet er heel goed uit. Als Basel nu scoort, is het gelijk spel. Dus dan is het weer gevaarlijk. Maar ik ben blij dat we voorstaan. Dat is beter dan een 1-1 uiteraard.
Moet je eens kijken, dit doelpunt. Wat een doelpunt van Dessers. Hier, eerst hier. Kijk, meteen gelegd. En Dessers, wat doet hij? Oh, Dessers is echt... Vorige aflevering tegen Basel volgens mij ook, had hij ook zijn lek goal. Toen wipte hij de bal net over de voet heen en schoot hij me rechts lekker in de hoek. Maar dit goal... Ongelooflijk. Ongelooflijk. Oké, okay, nu meegeven Rosario. Afschermen. Hij wordt neergehaald. Nou, blijkbaar was het een zwalbe, want hij ging gewoon liggen en we krijgen geen vrije trap. Dat was dom, want we hadden gewoon een kans. Dat was jammer. Maar we kunnen er nog een creëren, want hun zijn flink aan het aanvallen. Dat is geen buitenspel. Van Krooi versnellen. Je hebt het snel. Dat weten we. Voorzet. Ah, oké. Oké. Ik ben blij dat we in ieder geval wel aan de bal blijven. En Lazio. Basel niet laten voetballen. Net zijn eerste paar minuten toen ze scoorden. En dat is fijn om te zien. Kijk, hier onderscheppen de bal alweer. Dan kunnen we meteen weer gaan counteren. Of een aanval tenminste opzetten. Hier is Dest nu meegeven aan Rosario. Goed. Eiting. Rosario meegeven, oké, schiet maar. Rosario! Oké, 81 minuut, 3-1, de wedstrijd is gespeeld. Dankzij invaller Pablo Rosario, die dus scoort een heerlijk doelpunt van onze nieuwe speler, gekocht voor PSV. Moest kijken, goed voetbal. Hier, hij gaat naar binnen, hij wordt niet aangepakt. Schiet met links, keurig in de verre hoek. Prima doelpunt van Rosario. En we staan met 3-1 voor. En ja, we zijn door. We kunnen erop zeggen, we kunnen alvast zeggen dat we door zijn. Dus bij deze, we zijn door. Oké, we hebben deze wedstrijd met 3-1 gewonnen en we zijn dus door in de Europa League. We gaan straks kijken wie onze volgende tegenstander is. Op dit moment gaan we feesten, biertjes drinken en feesten dat we door zijn. Het was een begin, het ging heel lastig, maar we hebben ons goed gerevancheerd en we zijn een veel betere ploeg geweest. En op een gegeven moment lieten wij zien dat wij thuis horen in de Europa League. En Ajax is uitgeschakeld helaas. En niet zo'n klein beetje ook. Oké, de wedstrijd tegen ADO Den Haag is thuis. En met het wisselteam ga ik deze toch simuleren. Het is riskant, maar we staan gewoon 5 of 6 punten staan we gewoon los op de nummer 2. En kijk, dat ik zo'n wedstrijd simuleer is puur het feit dat ik nog hierna 3 seizoenen moet doorgaan met deze creëren. Want dan heb ik beloofd. En ik wil een belofte nakomen. Maar dan moet ik af en toe wel simuleren om zo snel mogelijk door het seizoen te komen. En moet je kijken, ons team is gewoon heel sterk. Simuleren wedstrijden hebben gewoon ook best redelijk wat kans om te kunnen winnen. We stonden 1-0 voor, maar Johnson maakte 1-1. Ik ga skippen en het is 2-2 geworden. McPake is zwaar geblesseerd, is niet fijn om te zien. Maar 2-2 thuis tegen ADO met de simulatie met het wisselteam kan ik in principe wel mee leven. Oké, okay, onze nieuwe tegenstander is bekend en dan moeten we deze maand al tegen spelen. Oké, okay, dat wordt dus alleen nog tegen Groningen te spelen, tegen Sparta spelen en 2 keer tegen Benfica waarschijnlijk. Of 1 keer, we gaan... Oké, okay, wacht, ik beloof iets. We gaan Groningen, Benfica... En Sparta gaan we deze aflevering nog doen. Want ik was even vergeten dat er nog een Europa League op ons spoor kon komen. Maar dan moet ik dus deze met het wisselteam spelen. En dan gaan we dus maar ook doen dan. Legendarisch uit bij Groningen. Ik ga wel wat spelers erin zetten, want... Ja, dat moet natuurlijk gewoon. Even kijken, we kunnen korten. Die staat er al in. Oké, we gaan Dessers gaan we erin zetten. Want die moet natuurlijk ook gewoon zijn doelpunten maken. In plaats van verschuren, doe het zo. Om ons team, want we kunnen natuurlijk niet alles verliezen. En Lucci mag voor mij in plaats van... Nee. Dat doen we nog maar eventjes niet. Ik denk dat we Blondodo misschien inzetten of... Nee. Verlaat. We zetten Verlaat erin. In plaats van... Oké, okay, nee, laat maar. Als ik bekijk nu, er staan al 3 basisspelers in. Dessers dus, Meijers en Florian. Dat vind ik prima. Lenaar is 4 minuten tegen Groningen. Deze moeten wij gewoon winnen. We staan nog steeds 4 punten los op Feyenoord. En dat is fijn om te zien. Maar misschien kunnen we er wel 7 punten van maken. Of gewoon 4 punten behouden. Oké. Okay. FC Groningen tegen NAC Breda. Ik kan maar 1 ding zeggen. Laten we meteen gaan beginnen. Ik heb de opstellingen geskipt, weet je. Normaal vind ik opstellingen altijd leuk om te kijken. Maar sommige wedstrijden, zoals nu. Ik moet heel veel wedstrijden doen. Ik wil echt proberen minimaal 4 seizoenen te doen met deze career mode. En dit is het tweede seizoen, dus deze moet snel afronden, dat we snel aan de derde kunnen beginnen. En daarna lekker met 4 aan de slag kunnen. Maar we gaan eerst focussen op deze, op de Europa League die we misschien kunnen winnen, op de competitie die we kunnen winnen. Champions League doel is... het doel van het begin van dit seizoen was dus het halen van Europa League, maar dat hebben we eigenlijk al gedaan. Dus we gaan nu halen wat Champions League en kampioen proberen te worden. En heb ik al, terwijl ik dan zeg, kunnen we misschien scoren met Cachera? Nee, Sergio Pad. Oké, Floran is hier. Geef hem mee aan Van Krooi. Dat is achter hem. Misschien wel goed, want hij kan schieten. Hier is Dessers. En die scoort met een klein beetje geluk de 0-1.
Dat maakt niet uit. Het is... Oké. Het is in ieder geval de 0-1. Moest kijken wat een prutsgoal eigenlijk. Wat was dit? Hier, wordt geblokt. Dessers schiet. De keeper. Bla bla bla. Zou het een eigen goal van de keeper zijn? Of zal Dessers hem op zijn naam krijgen? Dessers krijgt hem op zijn naam. En dat is mooi om te zien. Dat zijn topscorer willen maken van de Eredivisie uiteraard. Oké, Cachera hier. Nu meegeven aan wie is dit korte. Oké, we hebben nog een corner. We kunnen 2-0 proberen te maken. Dan is de wedstrijd eigenlijk al zo goed als gespeeld. Hier is Meijers kop maar. Die wordt van de lijn gehaald. We hebben hem niet nog. Accolazzo, wie is dit? Nummer 10, Cachera. Scoort de 0-2. En ja, een heerlijk doelpunt. Ik kan niet anders zeggen. Het is gewoon een mooi doelpunt. Goed ingeprikt. En we staan 0-2 voor binnen 33 minuten. En de wedstrijd is zo goed als binnen. We laten wel zien dat wij een titelkandidaat zijn dit seizoen. En zo ook ver in Europa League kunnen komen. En ja, er stond iemand in de weg voor Sergio Pad. En die werd even onderuit geschoffeld. Oké, Dessers hier meegeven aan Rosario. Rosario aan Kwakroy. Kwakroy 3-0. Ja. 40ste minuut. 0-3. Dit is een hele makkelijke wedstrijd. Ik heb niks aan te zeggen. Maar ja, het wisselteam van ons plus het basisteam is gewoon een mix van die twee. Is gewoon heel sterk. Want wij hebben eigenlijk ook een goed wisselteam. Ik heb een korte van Kwakroy. Rosario en dat soort mensen zitten allemaal het wisselteam. Hè. En Mets. En eigenlijk zijn er gewoon ook wel basisspelerkandidaten. En ze moeten het allemaal maar bewijzen. En Van Krooy prikt die de 3-0 binnen. En we zijn, ja, we hebben gewoon gewonnen. Zo goed al. Oké, we hebben de wedstrijd met 0-3 gewonnen. Een leuke wedstrijd. En op naar de wedstrijd tegen Benfica. Dit is de opstelling dat we mee gaan doen tegen Benfica. Legendarisch, 4 minuten. Thuis. Geen teken proberen te krijgen. We proberen 1-0 te maken en 1-0 winnen. Dit wordt een hele lastige wedstrijd. Waarschijnlijk gaan we dik ten onder. Maar we blijven positief. Wij zijn goed op dit moment. We zijn in vorm. Dus je weet het natuurlijk nooit. Oké. NAC Breda tegen Benfica. De eerste wedstrijd van de laatste 16. De vorige titel was dus verkeerd. NAC volgens mij de laatste 16. Maar dat was de laatste 32. Dit is de laatste 16. In ieder geval, wij gaan tegen Benfica spelen. Voor de rest... Er zijn heel wat goede ploegen door. United, Roma, Everton, Sevilla zag ik, Tottenham volgens mij. Allemaal goede ploegen. En wij hebben Benfica geloot. Dat is ook een hele goede ploeg. Ik zie jullie zo bij de opstelling. Oké, dit is ons team. En wij zijn vooral het counterteam. Dat zegt het oortje bij mij nu ook. De Engelse commentators. In ieder geval, dit is onze opstelling. Het is misschien riskant. Omdat we... Nee, ik weet niet wat ik lul. We gaan gewoon proberen te verdedigen en proberen te scoren. Maar het is wel riskant, vind ik, een beetje als ze te vaak naar voren gaan met die backs die altijd opkomen. Want Benfica aan de kant in één keer afstraffen en dat weten we. We zijn gefocust. Uitverkocht publiek natuurlijk weer. Dit is de opstelling van Benfica. Ik zie het talent Sivkovic. Dat is niet die van Ajax geweest, maar dat is een andere. Het is een groot talent. Talisca, dat is dan ook een hele goede speler. Die zit volgens mij echt bij... Besiktas toch? Of zat? Ik weet niet meer. In ieder geval Jonas, Grimaldo. Ze hebben gewoon echt... Heel het team is goed. En moet op heel het team ook oppassen. Let's go. Oké, 1-0 achter nu al. 8e minuut. Een schot wat... in ieder geval dat zou zitten. Maar Talisca scoort hem toch. En we staan 0-1 achter nu al. Dit is precies wat we niet wouden. Een tegengoal. En we krijgen het binnen 8 minuten al. Dit wordt denk ik een afstraffing. Ik hoop het niet. We gaan ons best doen. Het uitvak is niet eens helemaal uitverkocht. Moet je nagaan. Ah, wat is dit nou weer? Moet je eens kijken hier. Hier wordt gewoon goed gevoetbald. En hier in één keer schiet hij. Heerlijk doelpunt, dat wel. Maar ja, dit is gewoon niet zo fijn. Oké, Accolazzo is weg. Schiet maar gewoon. Schieten, oké. Ja, 36 minuten, 1-1. We zijn terug in de wedstrijd, net voor rust gelukkig nog. Of 10 minuten voor rust. En weer Accolazzo die het doet. Weer een van de beste spelers samen met Dessers die het dus doet. Moest kijken, hun zijn heel veel aanvallen. Waar ik onderschep hier één keer de bal, geven hem mee. En Accolazzo die schiet gewoon in de verre hoek. En die keeper zat er niet goed bij. En wij staan voor. We staan gelijk met 1-1. Oké, de wedstrijd is afgelopen. We hebben 1-1 gespeeld thuis tegen Benfica. We hebben een uitdoelpunt en een gelijkspel. We hebben geen overwinning. Dit is niet een hele goede uitslag voor de terugkeerwedstrijd. Maar er zit een kans in gezien de schoten van de wedstrijd vandaag. Dus we gaan de volgende wedstrijd gaan we hem erop klappen. Volgende aflevering gaan we proberen door te gaan in de laatste 16. In ieder geval eerst gaan we even focussen op een simulatiewedstrijd tegen Sparta. Met het wisselteam. En
Ja, dat was het eigenlijk wel voor deze aflevering dan. Ik zag dat Feyenoord had gewonnen. Dus dat wij deze wedstrijd, als we die gewoon winnen, dat we er gewoon goed voor staan. We gaan ons best doen tegen Sparta met het wisselteam te winnen. Het moet te doen zijn. Het moet zeker te doen zijn, want het is een thuiswedstrijd. We gaan het zien. Sparta met het wisselteam. Met een paar basisspelers. Oh nee, toch niet. In ieder geval, we gaan het zien. Verhaar moet er in de eerste minuut al af. Dat is mooi om te zien. Want ja, zonde voor hem. Zielig, maar ik bedoel, Verhaar is toch wel een goede speler. Dat hebben we gezien met Sparta Krim vorige FIFA. Korte pakt de gele kaart in de 26e minuut. Angelino scoort in de 40e minuut 1-0. We gaan skippen. En we hebben 2-1 gewonnen dankzij Korte. Een prima overwinning. Ik had hem kunnen spelen. Had misschien zelfs verloren. Misschien meer gewonnen. Maakt niet uit. We staan er in ieder geval goed voor. En de terugkomst tegen Benfica is voor de volgende aflevering. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Druk op die like button. Abonneer als je nieuw bent. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Later mensen.